lastig om te zeggen. Ik heb me in ieder geval vreselijk gestoord aan die Fledderus. Ja? Ja. Want? Waarom? Nou, met die... Ja, iemand zegt Fledderus, maar dat is Jan Boskamp. Met die standlasten. Dat hij hem maar vasthield en dat hij hem niet wilde laten gaan. Ja, dat hij zei, als je nu niet komt, dan gaan wij helemaal niet meer onderhandelen. Ja. Nou, dat had hij natuurlijk nooit van zijn leven gedaan. Want dan had hij 10 miljoen misgelopen. Toch? Ja, je vindt het een beetje... Daar had hij op afgerekend. Mensen gaan iets te veel in zichzelf geloven dan op zulke momenten. Dat is onvermijdelijk in het voetballerij. Ja, dat zeg je altijd. Maar dat is bij Fledderus al het geval, zeg jij. Ja. Het moeilijke voor die spelers is ook... Die maken de stap naar Groningen... en dan zetten ze geen clausule in het contract. Maar dan wordt er bijvoorbeeld gezegd... ja, Groningen is een opleidingsclub... dus als je het bij ons goed doet... dan over 1 of over 2 jaar kan je de stap maken. Maar als dan eenmaal dat moment daar is... dan zie je toch vaak dat de partijen tegenover elkaar komen te staan. Dus eigenlijk neemt Groningen die spelers in de maling? Ik weet niet hoe het letterlijk gezegd wordt... maar je hoort van een aantal jongens dat er tegen ze gezegd wordt... als je het bij ons goed doet... ja. Kan je na 1 of 2 jaar de volgende stap maken. Dus neemt Groningen spelers in de maling? Dat is wat je zegt. Zijn jij woorden. Nee, ja, dat zeg jij toch? Je zegt dat ze dat wordt voorgespiegeld. En vervolgens blijkt het niet te gebeuren. Ik zei, ik zit er niet letterlijk bij, maar het wordt aangegeven dat je de volgende stap kan maken. Ja, dus worden ze in de maling genomen, toch, Andy? Zeker. Ja, dat is de conclusie dan. Borstverhouden, hè?